daar net was ik serieus een vrouw aan het kijken waar ik aan toe was. En die kwam letterlijk naar mij. Oh my god, oh my god, oh my god. Ik moet hier nu weg, nu weg. Oké, iedereen weet dat ik daar niet echt weg moest en dat er echt geen gevaar was. Maar ik ga wel vragen om de video te liken. Like de video nu, dat maakt me blij. Ik ben een en ja, oké. Oh, jullie zijn deze achtergrond ook blij. Ik heb een achtergrond in mijn kamer. Mijn naast bedoel ik. Nou, nu moet ik weer zo'n overdreven bukhouding dat mijn rug bijna breekt. Hé! Hey. Ik weet wat we gaan doen, we gaan gewoon naar buiten. We gaan gewoon naar buiten. Ik vind wel een plek in Mechelen waar ik ooit kan filmen, hè? Kijk, dat is het probleem van Mechelen. Er is altijd wel iemand die het zo moet verpesten. Er zijn wel zo altijd zo minder drukke plaatsen, maar er is er altijd zo één persoon die er moet zijn en zo moet kijken van wat je aan het doen bent. Daarom haat ik Mechelen echt. Je kunt zo nergens gewoon een zo'n deftige plek vinden om te filmen. Ik ben al letterlijk een half uur aan het rondrijden om een locatie te vinden. Ik mag ook wel dood eigenlijk. Wow, ik heb een rustige locatie gevonden, mensen. Oh my god. Dus hier is een rustige locatie. Oh my god, rustige locatie gaat fout. Daarnet was ik serieus een vrouw aan het kijken wat ik aan het doen was. En die kwam letterlijk naar mij. Die kwam zo kijken van, dude, wat ben je hier aan het doen? Ik bedoel, het is hier toch een openbare locatie waar iedereen mag zijn en doen wat hij wil. Maar kijk, dit is toch niet normaal? Letterlijk 80.000 mensen per minuut, joh. Het is hier zo'n autosnelweg of zo. Maar tegenwoordig kun je zo niks meer doen of de mensen kijken naar u. Je bent zo precies altijd een andere persoon. Je zit speciaal echt tegen een cameraapparaat. Kijk, daar is nu weer zo'n man aan het kijken naar mij overdreven. Die parkeert hier zo, die gaan we waarschijnlijk zo komen kapot slaan hier. Je mag er nu aan je BF niemand meer komen en dat ik gewoon hier kan zitten of zo. Wow, mijn plan was eigenlijk gewoon om een video te maken over het EK voetbal. Maar ik ben mijn achtergrond in mijn kamer, in mijn huis, ik ben het overal beu. Dus ik moet wel naar een andere locatie om een andere background te hebben, snap je? Kijk, ik moet eerlijk toegeven, ik kijk ook het EK voetbal. Hè. Ik kijk België, ik ben blij wanneer België wint. Maar kijk, eerst en vooral moeten mensen gewoon hun bek houden op sociale media over het EK voetbal. Mensen moeten niet de uitslag op Facebook zetten. Iedereen weet de uitslag wel, snap je? Er zijn altijd wel van die kinderen, zo van, ja, 1-0 voor België. Ja, bedoel, ik weet het ook wel, ik ben aan het zien, iedereen in de wereld is aan het zien. En iedereen is ook naar mij aan het zien. Ik ga een andere locatie zoeken, want ik ben het ook wel echt hier al. En ik moet ook zeggen, ik heb gewoon een nieuwe camera en daarom wil ik even, oh shit. Daarom wil ik even gewoon overal gaan filmen, snap je? Je moet me begrijpen, mensen. Ik zou nu ook zo'n typisch ding kunnen maken, dat ik zo aan het fietsen ben en de camera reset, zodat je mij ziet fietsen. Maar ik heb echt geen zin om die camera op een locatie te zetten, snap je? Hey, mensen, ik bevind mij aan water. Wauw. Oké, dus voordat jullie het vergeten, ik was nog altijd bezig over het EK voetbal. Er komt een auto. Er komt een auto af. Shut the fuck up! Ik hoor een auto, maar er is geen auto. Ik ga wel gewoon naar huis en ik ga daar wel een video afmaken of zo. Hé. Hé jongen. Kutfiets jongen. Hé. Oké, ik had gezegd dat ik niet typisch ging doen en mijn camera reset en doen dat er geen camera is en ik gewoon voorbij fiets. Maar eigenlijk moet ik naar de andere kant, dus ja. Oké, dus even samenvatting van deze video. Ik wou naar buiten over EK praten, maar ik heb letterlijk één zin daarover gezegd. Ten tweede vond ik geen rustige plek om ergens iets te zeggen, want er was altijd wel minstens één persoon die keek of ik een bom ging laten ontploffen. En ten derde ben ik dus eigenlijk gewoon naar buiten gegaan zonder nut. Dat is eigenlijk de conclusie. En ik heb het overdreven warm, dus joep.